Het zit Patricia Pay op het gebied van gezondheid niet mee. Door een bacteriële infectie werd de prothese in haar heup aangetast, waardoor ze drie maanden in een zorghotel moest verblijven. Patricia kampt nog altijd met hevige pijnen en moet deze week opnieuw naar het ziekenhuis voor een onderzoek. Ik hoop op een wonder. Kort nadat Patricia een nieuwe heup had gekregen, brak ze bij een val in haar huis haar bovenbeen. Ze kon al snel weer lopen, tot een bacteriële infectie roet in het eten gooide. Ze verbleef ruim drie maanden in een zorghotel. Ik ben niet meer de persoon die ik ooit was. En ik word ook nooit meer de oude, zei Patricia destijds. Nog steeds kampt Patricia met hevige pijnen. Toch heeft ze nu weer wat hoop gekregen. Deze week heb ik een onderzoek in het ziekenhuis, vertelt ze in gesprek met weekblad Story. Ze willen me een injectie geven, een soort ruggenprik. Door de injectie zou de pijn draaglijker kunnen worden of misschien zelfs wel verdwijnen. Toch wil Patricia niet te hard van stapel lopen. Ze is de afgelopen tijd zo vaak in het ziekenhuis geweest en is dat helemaal zat. Aan de ene kant hoop je op een wonder, maar er is nog niets wat ze hebben gevonden waardoor de pijn minder wordt, legt ze uit. Maar dan hoor ik dat ze toch misschien een remedie hebben gevonden. En dan ga je toch weer. Maar als dit niet helpt, houd het echt op. Patricia en haar man Robert hebben onlangs genoten van een mini-vakantie in België. We zijn met ons hondje naar de kust gereden. Je hoeft met dit prachtige weer ook niet zo ver weg voor het echte vakantiegevoel. Legt Patricia uit. Een vliegvakantie was geen optie. Dan moet ik te lang in de rij staan. Dat is alleen vol te houden achter een rollator. En dat wil ik liever niet.